Als je denkt aan een Volvo, dan denk je volgens mij aan een echt behoorlijke rechthoekige station wagon. Veel ruimte, veilige auto. Ja, en dan heb je deze V60. Nog steeds heel erg veilig overigens. Maar in ieder geval niet meer zo rechthoekig. Veel meer, ja, het is een beetje een vies woord, zo'n lifestyle combi. Design en die mooie lijn, die hebben voorrang gekregen boven zoveel mogelijk bagageruimte. Nou ja, ik persoonlijk vind ik het wel fraai. De meeste mensen kunnen het denk ik wel redelijk hebben, het design van de Volvo V60 en de S60, dat is de sedan. Ja, qua veiligheidsfeatures, Volvo, nou ja, liep. Zeker met deze auto, echt wel voorop. Hè. Automatisch remmend in de stad, botswaarschuwing, actieve cruise control, waarschuwing voor blinde hoeken. Van alles was verkrijgbaar. Sommige dingen standaard. Dat absoluut heel erg goed. Ja. 2013, dat was een bijzonder jaar voor de Volvo V60. Want toen kwam de D6 plug-in hybrid, heette die toen nog. Nu heet die D6 Twin Engine, nou, in ieder geval een auto met een stekker. En die had toen 0% bijtelling. En die auto's die in 2013 op kenteken zijn gegaan, die houden die 0% bijtelling voor 5 jaar. Dus dat is tot 2018. En daarna gaat de reguliere bijtelling die dan geldt, gaat van toepassing worden. Dus dat is waarschijnlijk 21% of 22%, maar ja, je weet nooit of er nog weer dingen wijzigen. Auto's uit 2014, 2015 hebben voor 5 jaar 7% bijtelling. Dus dat is wel een belangrijk dingetje om even in acht te houden mocht je een tweedehands plug-in hybrid of twin engine willen aanschaffen, met name dan zakelijk. Op een gegeven moment gaat die bijtelling potentieel omhoog. Eind 2013 kreeg de hele 60-serie van Volvo een facelift, zoals de S60 en de V60 en ook de XC60. En er verdwenen die redelijk kenmerkelijk dubbele koplampen. Die verdwenen, ik vond dat wel mooi, maar dit is wel strakker, die enkele koplamp-unit. 2015 kwam er nog wat bijzondere varianten, namelijk de Cross Country, iets hoger op zijn poten. En dat heet bijvoorbeeld bij Audi dan weer Allroad en nou ja, bij Volkswagen hebben volgens mij ook dat soort varianten. Wat populairder op plekken waar je wat vaker off-road zou moeten kunnen, maar het ziet er wel lekker dik uit. En het vreemde is, of eigenlijk het bijzondere, is dat Volvo ook de S60 als allroad uitbracht. Dus dan heb je een sedan en dan nou ja, wat hoger. Dat zijn ze echt voorlopig nog de enige in die dat bieden. Qua motoren heel veel leverbaar geweest. Veel diesels van 115 tot 288 pk. Benzinemotoren van 122 tot 367 pk. Enorm veel keuze. Aanbod op Marktplaats, 800 stuk zo ongeveer van de S en de V60. Grote nadruk natuurlijk op de Station, Nederland, Stationland. Dus dat is 3/4 van het aanbod. Ook veel meer diesels, ook wel 3/4. Dat heeft te maken dat deze auto heel veel zakelijk is ingezet. En dan had je lagere bijtelling met de diesels. Nou ja, dan weten we waarvoor we kiezen hier in Nederland. Automaat, handbak. 50-50 ongeveer. En verder zijn er enorm veel verschillen qua uitrusting, R-design, Ocean Race. Nou, je moet goed kijken naar kleurencombi's en velgencombi's die je leuk vindt. Maar er is genoeg om uit te kiezen. Dan de aandachtspunten. Ja, die zijn er ook. Eentje die vooral irritant is, maar nou ja, niet levensbedreigend of iets dergelijks. Keyless entry, dat is een optie overigens. Dat betekent dat je de sleutel niet hoeft te gebruiken om de auto open te maken. Grijpt gewoon het portier vast en dan gaat hij vanzelf open. Hartstikke mooie technologie uiteraard. Maar de ontvangst daarvan is soms wat slecht. En het kan zijn dat de antennes en iedere deur en de achterklep heeft er één, dat die niet helemaal lekker zijn en die moeten dan worden vervangen. En dat is behoorlijk prijzig, zo'n €500. Maar goed, de afstandsbediening die werkt natuurlijk uiteraard gewoon ook. Dus je zou ook nog kunnen zeggen, als je dat hebt, dan laat je dat gewoon zitten. Dan motorentje dingen die kunnen optreden. De D5 diesel, niet een veel verkochte auto. Zeker niet in de laatste jaren, omdat die plug-in hybrids er toen kwamen. Die auto gaat soms op 4 cilinders lopen en dan komt dat door een kapotte injector. Met de facelift kan er een hele nieuwe motorenfamilie, hypermodern, heel zuinig, krachtig, nou noem het dan maar op. Ik kan het hele persbericht zo oplepelen en dat was ook voor een gedeelte natuurlijk zo. Eén dingetje waar het even mis ging voor Volvo was de D4 diesel. EGR-klep, die vervuilde nogal. En er is later een aanpassing opgekomen. Eigenlijk wat je wil zien is dat die auto
al een aanpassing heeft gehad aan de EGR-klep en potentieel ook de koeling. Veel problemen ermee gehad en dan viel bijvoorbeeld het vermogen weg en dan verscheen er ook een soort schildpadje in het dashboard. Nou, allemaal dingen die met een soort reset, opnieuw starten, soms dan weer weggingen, maar uiteindelijk moeten daar dan toch aanpassingen aan worden gedaan. Dan wat aandachtspunten of dingen om op te letten in ieder geval voor de D6 Twin Engine / Plug-in Hybrid. In ieder geval die auto met de stekker. Ja, verwarrend dat Volvo die naam heeft veranderd zo halverwege trekt. Maar goed, daar dat geheel terzijde. Bandenslijtage. Het zijn zware auto's, meer dan 2000 kilo, krachtige auto's. En de bandenslijtage, sommige mensen klagen daarover. Een verklaring zou kunnen zijn, is dat de dieselmotor drijft de voorwielen aan, de elektromotor de achterwielen. Maar dat is altijd een beetje verschil in hoeveel kracht daarop wordt losgelaten. En daardoor zou het kunnen dat die banden wat sneller slijten. Maar in ieder geval iets om in je achterhoofd te houden. Van de D6 zijn ook wel een aantal exemplaren. En hoeveel dat er precies zijn, is voor ons moeilijk te achterhalen. Die toch wel wat meer problemen hadden. Bijvoorbeeld startproblemen. Die dan weer op te lossen zijn door de minpol van de normale accu. Dus niet van plug-in hybride accu. Maar de normale accu die even los te halen. Dan reset de auto zich. Maar dat zou natuurlijk niet moeten hoeven. Andere melding die je wel eens kunt krijgen is de melding hybride systeem niet beschikbaar. En dan rijdt de auto eigenlijk als reguliere dieselauto. Op zich natuurlijk geen dramatisch probleem. Vaak op te lossen door de auto even te parkeren op slot en dan opnieuw te starten. En dan werkt alles weer. Dat is toch waarschijnlijk een soort fail-safe waardoor de auto dan denkt, nou ik ga het even niet helemaal doen zoals het ooit bedoeld was. Dan de bagageruimte van de D6 Twin Engine Plug-in Hybrid. Die is kleiner. Accupakket zit daaronder in. Dan is de vloer echt gewoon zo'n stuk hoger. Het was al niet een hele ruime station. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden. En realiseer je ook, misschien een normale diesel. Daarin past dan alles wel. Dan een ander elektronisch probleempje wat op kan treden. De achteruitrijcamera, mits present. Controleer even of dat beeld normaal is zoals je verwacht. Ze schijnen nogal vaak een probleem te kunnen geven. Dan zijn er natuurlijk sowieso auto's met veel gadgets. Navigatiesystemen, controleer die ook. Elektrische stoelen met geheugen, al die veiligheidssystemen. Voor zover je het kan controleren, check het even of dat allemaal werkt zoals je verwacht. En dan heeft die D6, Twin Engine Plug-in Hybrid, het wordt inmiddels vermoeiend om het zo te zeggen, die heeft een hoog voltage dynamo om die accu's bij te kunnen laden. Die wil wel eens de geest geven en dat is een dure jongen. En dat kun je een beetje gaan horen. Dan hoor je een soort ratelend geluid wat niet helemaal synchroon loopt met het toerental van de auto. En het schijnt dat als je de auto in de powerstand zet, waarbij die lekker veel power geeft, goh, waarom heet het anders zo, dan schijn je het vaker directer te kunnen horen. Dan de reguliere diesels. Eigenlijk alle diesels vinden korte ritjes niet lekker. Dat is ook bij andere merken zo. En dus dat is iets waar je op moet letten als je een auto met een laag kilometerstand vindt. Wat is daarmee gedaan? Is er alleen maar mee de stad ingereden? Dan kan het oliepeil bijvoorbeeld hoger worden. Dat kan dan in het roetfilter komen. Olie kan ook vervuild raken. Allemaal van dat soort problemen. En dan kun je allerlei andere problemen gaan krijgen. Dus een lage kilometerstand niet per se heilig. En dan is er de D2 motor of de Drive-E motor, dat is een 1.6 diesel, is aan de slappe kant voor deze auto, maar het gaat nogal net. Die turbo's die zijn niet waanzinnig robuust, dus die moeten vaak toch nog wel iets te vroeg worden vervangen. Dan dit exemplaar, nee, niet te koop, vond ik bij mij op de oprit, niet mijn auto overigens. Mooie rood, hè? Houden we van kleurtje. D6 natuurlijk, ja, zo'n bijtellingsontduiker, zo zou je het kunnen zien. Met een R-Design pakket. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tipsetautoblog.nl.